De invloed van Johan Derksen is groot. De voetbalanalist heeft een enorme aanhang en maakt met zijn collega's de meest bekeken talkshow van Nederland. Daarin gaat het ook regelmatig over politiek. Gisteren was de 75ste verjaardag van de VVD een van de onderwerpen. Er is niets te vieren. Het huidige VVD-feestje stort Johan mateloos. Je hebt onder de VVD een geweldige T-sterretje ringzooi gecreëerd in dit land, alles is fout gegaan en je zit daar met z'n allen heel tevreden te zijn over het liberale beleid. Er is niets te vieren. Het gaat heel slecht met dit land en de veroorzaker is dat clubje mensen dat daar zit. Johan gaat niet meer op de partij van premier Mark Rutte stemmen. We zullen eens kijken dadelijk met de provinciale staten waar de VVD staat. Een weldenkend mens stemt toch niet meer op de VVD? Ik heb jarenlang trouw VVD gestemd, maar ik ben er nou echt goed klaar mee, want van VVD-beleid is echt geen sprake meer. De nieuwe VVD-prominenten zijn volgens Johan ook totaal niet aansprekend. Sophie Hermans deed op televisie, bij Op1, Red, haar uiterste best om als een politicus, als een welbespraakte dame over te komen, maar het is niet overtuigend. Het is niet geloofwaardig. Hij vervolgt, dan zat die nieuwe kroonprins, Vincent Karremans, Red, erbij, want dat is dan de man die Rutte eventueel moet opvolgen, en die heeft een heel goede, sympathieke uitstraling. Maar ik vond toch niet dat hij de spectaculaire teksten dat je meteen zei, dit is de nieuwe leider. Wel heeft Johan vertrouwen in Joost Eertmans, de politiek leider van de nieuwe partij JA21. Er was vanmiddag een reclamespot van dat JA21 en die Eertmans staat dan even tegen je te praten en alles wat die man zegt, daar ben je het als VVD-stemmer roerend mee eens. Maar je hoort nooit een VVD'er met dat soort verstandige teksten. Johan vindt dat er vooral iets moet gebeuren aan de vluchtelingenproblematiek en de natuurregels. Desnoods stappen we uit de EU, vindt hij. Denemarken maakt er geen onderdeel van uit. Dan moet er eens een partij komen die gaat overwegen om eruit te stappen, want nu worden we dadelijk totaal overbevolkt. Jack van Gelder heeft zich afgelopen week in de talkshow HLF8 nog zeer negatief uitgelaten over JA21. Als hij gevraagd wordt wat hij gaat stemmen, zegt hij, ik weet het niet meer. Ik ben er totaal niet uit. Ik had op een gegeven moment JA21 in mijn hoofd, maar toen zag ik een aantal zeer antisemitische uitspraken van mevrouw Nanninga. Hij vervolgt, van 6-7 jaar geleden, maar toch, als het in je zit, gaat het er niet zo snel meer uit, dus dat ga ik ook niet doen. Ik weet het nog niet. We'll be right back.